ben Maartje, ik ben data scientist bij Sterre. Na mijn promotie, ik heb taalwetenschappen gedaan, wilde ik de overstap maken van de wetenschap naar het bedrijfsleven. En ik had al besloten dat ik verder wilde in de data science. Dus toen heb ik gezocht op traineeships in data science en Anchorman zo gevonden. Dat vak me aan omdat die echt een heel duidelijke structuur hebben met iedere vrijdag trainingen en coaching en dan de rest van de week een heel jaar lang bij dezelfde klant. Ik ben nu bij Sterre bezig met een project over het voorspellen van de kijkcijfers. Dat is belangrijk voor Sterre omdat ze op basis daarvan bepalen hoeveel voorraad ze hebben aan advertentietijd die ze kunnen verkopen. Ik ben Emmanuel Kranendonk. Binnen Sterre ben ik verantwoordelijk voor innovatie in IT. En binnen die context ook verantwoordelijk voor het programma wat wij met Maartje verlopen. Het HPP-programma is voor Sterre heel plezierig. Het is voor Sterre heel moeilijk om data scientist of iemand met een data scientist profiel te vinden. Dat is natuurlijk een veelgevraagd profiel in de markt. Het is voor ons een ideale situatie om iemand binnen te halen die ook op een hele frisse, analytische manier naar onze data kijkt. Waar wij met heel veel emotie naar de data kijken. Dus het programma bevalt in die zin ontzettend goed dat we elkaar in een dialoog echt naar allerlei nieuwe constateringen helpen. En het mooie aan het HPP-programma is dat er iemand die wil leren bij Ster terechtkomt en wij vanuit Ster, waar we nog helemaal niks met data science doen, echt nog een prachtige omgeving hebben waarvan alles nog wat te ontdekken is. Ja, ik heb het HPP-programma al aangeraden bij de NPO. Ja, en de reden is, wat ik al aangaf, het is voor ons heel moeilijk om data scientists of data scientist profielen te vinden. En dit is een hele laagdrempelige manier om iemand die wil leren een hele mooie omgeving te geven waar die kan leren. En voor mij, voor ons als Ster, maar ook voor bijvoorbeeld een NPO, om dan binnen te halen die expertise meeneemt. Die dan dus ook weer begeleid wordt vanuit Enkelman. De combinatie van 4 dagen bij Ster en dus sparren over de materie en 1 dag in de week bij Anchorman om te leren, maakt het voor ons heel prettig als opdrachtgever om met Maartje samen te werken.